een lekker ontbijtje. Oh, ik ben draaien. Oh, ja, sorry. Jee. Nou jongens, dit was het hostel waar we waren. Het heet Rainbow Wave Hostel. En het zit dus in Changgun. Ik zou dit hostel zeker aanraden als je naar Taiwan gaat en dan naar het zuiden. En je de natuurgebieden gaat bezoeken en gaat hiken. Het is echt een heel leuk hostel. Kost ongeveer 10 euro per nacht. En ja, grote bedden. Schoon. Echt top. Als je gehad. We gaan nu met de bus gaan we terug naar Kaohsiung. Want daar arriveerden we ook met het vliegtuig. Daar is de airport. En we gaan daar nog een nachtje blijven. En dan morgenavond vliegen we terug. Dus we hebben nog ongeveer 2 dagen hier. Dus dat is lekker. Ja, zie jullie later. Zicht op Taiwan. Zo, we zijn net uitgestapt uit de bus en we zijn in Kaohsiung. En we lopen nu naar het hostel. Even op zoek waar we naartoe moeten. Kijk, zo ziet het eruit tot nu toe. Heel veel van die borden die ze eigenlijk overal hebben, van die gekleurde borden. Wat een drukke stad. Een bijzonder kruispunt hier. Bij het hostel. Lekkere slippertjes. Laura, die maakt ook even een vlogje. Ik loop even achteraan hoor. Want het is dus ons hostel. En het is nu al zo leuk. Kijk dan, het uitzicht. Echt heel mooi. Wauw, we hebben echt uitzicht op zo'n mooi kruispunt. Dus dat is wel echt heel leuk. En volgens mij zit er een grote MTR metro station hieronder. Dus handig. Keukentje. Gezellig. We zijn een stukje aan het lopen door de stad. Vlakbij een hostel. Gezellig. We zitten in een restaurantje. Street food te eten. We hebben allemaal dumplings en we hadden net wat noodles. Echt super lekker. Ook wat taart besteld. Dat is de red bean pies. Heel lekker. We hebben net een stukje gelopen. We zijn nu bij de haven. Vlak bij de haven, bij de pier. Oh, en een koortje. Uitgekomen bij een ouderwets warehouse. Het zijn allemaal winkeltjes. Super leuk. Dit is fantastisch, jongens. We komen hier op een markt. Ik wist totaal niet dat we hier naar aan het lopen waren, maar dit is toch te schattig. Moet je die schaaltjes zien? Echt zo cute. Kijk nou, het zijn sleutelhangers. Als je hier gaat, dan zie je allemaal. Het is echt. Kijk hoe groot het is. Zien jullie die hondjes? Volgens mij zijn het allemaal poedeltjes. Oh, wat lief. Nou, zeg het nog eens. Ik vind het wel grappig dat als je rondkijkt, zie je echt alleen maar Aziatische mensen en dan lopen wij hier tussen. Soms vergeet je dat een beetje. Lekker opvallend, ja. Kijk hoe perfect die kaart die taartjes uitzien. Even een koffietje gehaald. Niet drukker. We zitten bij een kunsthal, daar gaan we straks heen. Laura has a really nice ice cream. Yeah. Wow, you're the colorful girl. Wow, you're the colorful girl. Enjoy. Shall we? Yay, really nice. Love it. Hele mooie paintings.
loop hier langs echt een kunstzinnig gebiedje. Dit is toch geweldig? Vliegerwinkel. We zijn nu op een plein waar iedereen aan het vliegen is. En we gaan nu onderweg naar een mall, denk ik. Nog even gaan shoppen. Het is namelijk niet zo heel duur hier. Dus ja, ik heb net een shirtje gekocht voor 5 euro. Ik vond wel een leuk oranje shirtje. Ik zal het laten zien. Tot zo. We gaan even de tram proberen. In de tram in Taiwan. Ziet er echt top uit. En we gaan naar de mall daarachter. Het is de mall waar we naartoe gaan. We zijn lekker aan het shoppen. Het is echt heel groot. Nou, dit is nog niet eens alles volgens mij. Ik heb in ieder geval al 2 dingetjes gekocht bij de Pull & Bear. 2 en rok en een top. Dus daar ben ik wel blij mee. Het is allebei niet veel, dus niet zo groot. We zijn bij een food court aanbeland. Let's go eat something. En we gaan met de metro. En het werkt hier hetzelfde als in Shenzhen. Je moet met een muntje betalen. MTR in Taiwan. Really modern. Dit is het metrostation waar ons hostel zit. En het is echt prachtig. We zijn weer in het